in Almelo is opgericht in 1925. Dus dat is zo'n kleine 100 jaar hockey in Almelo. 750 leden die beleven hier heel veel plezier aan het spel. Hockey is een hele leuke sport en je komt hier voor je lol. Dit is eigenlijk de plek waar mensen in het weekend, maar ook 's avonds, veel recreëren. We hebben een prachtig clubhuis, drie hele mooie velden, waarvan één heel nieuw waterveld. Daar zijn we heel trots op. En dit is waar wij verblijven, met een kopje koffie of met een drankje. Hartstikke gezellig. Als je kinderen hier gaan hockeyen bij de club, is het natuurlijk heel erg leuk om jezelf ook meer te verdiepen in de sport. Ik had zelf mijn dochter hier bij de kaboutertjes en ben zelf coach geworden om iets meer mee te kunnen leven met mijn kind. En hoe fantastisch is het dan om ook bij de trimhockey mee te doen en daar het spel zelf te ervaren. Hockey is een hele leuke sport, maar het is ook best een lastige sport. En daarom willen wij graag dat spelers zich ontwikkelen. Wij geven je training, wij leiden je op en wij vertellen je hoe het nog beter en nog leuker kan worden. Dat doen we ook bij de trainers en ook bij de coaches. En zo ontwikkelen wij ons met en door hockey. Talent of geen talent? Mooi weer, zon, regen, sneeuw, het maakt niet uit. Het hele jaar door staan wij op het veld. Zowel de topteams als de trimhockeyers. Wij dagen onszelf allemaal uit hier binnen de club. Hockey is sportief en hockey is respectvol. En zo gaan we op de club ook met elkaar om. Het is een gemoedelijke club waar het goed samenkomen is. Nou, hoe leuk vinden we hockey?